Eikenhout wordt ook vooral gebruikt bij eikenbijgebouwen of eikenpoolhouses. In dit geval komen de eikenbalken van 10 x 10 of 15 x 15 of 20 x 20 centimeter zeker van pas. Eikenbalken zijn steeds fijn bezaagd. Dit wil zeggen dat er nog kleine splintertjes of kleine vezels aanwezig kunnen zijn. De typische charme van dergelijke eikenbalken wordt vooral gevormd door de kleine windscheuren die aanwezig zijn in het hout. Voor de verwerking van deze eikenconstructiebalken geven we graag nog 3 tips mee. Tip nummer 1. Zorg ervoor dat de balken geen contact hebben met grond of aarde. Zet ze dus best even op een gemetst muurtje of op een arduinen sokkel. Tip nummer 2. Voor het mooiste resultaat kan je de balken best lichtjes opschuren. Tip nummer 3. Met een kettingzaag kan je gemakkelijk de nodige houtverbindingen voorzien. Voor uw exterieur doen we het. Groen, grondig en graag.